Ja, ik heb vorige week de hele week rust gehad. En dat was ook wel even nodig. En ja, dit is wel leuk om er een beetje in te komen. En het is vlakbij, dus ja. Je finisht tenslotte gewoon in het peloton. Had je er zelf wat meer van verwacht? Nee, niet echt. Ik heb donderdag een paar uur gefietst en gisteren dan. Ja, goed, dan merk je wel dat de vorm een beetje weg is. Maar ik vond het ging niet slecht. Nee, want zeker in het begin was je redelijk actief en liet je je voorin zien. Ja, dat klopt. Ik voelde me wel goed in het begin. Dus je moet ook een beetje van voren blijven op dit soort rondjes. Want je ziet dat het wel breekt uiteindelijk. Is zo'n koers voor jou dan ook vooral eens even kijken hoe het met de benen inderdaad is en hoe lang je zoiets dan ook maar kunt volhouden dat je daar voorin rijdt? Het is wel goed om er weer in te komen na een rustperiode. Dus goede training ook. Van waar die rustperiode? Ja, omdat ik eigenlijk het hele seizoen constant naar wedstrijden toe heb gewerkt en heel veel heb getraind. En ik moet nu rust nemen, want straks dan begint Tour de Alsace en het EK tijdrijden. Ja, dan na het EK dan ga je ook weer opbouwen richting WK, dus dan zit het er niet meer in. Zijn dit wedstrijdjes waar renners als jij zich kunnen profileren, waar ze zich kunnen laten zien, moeten laten zien misschien? Nou, moet niet. Maar het is... ik had vorig jaar wel een paar keer podium gereden en eentje gewonnen. Dus op zich ligt het mij wel. Ik ben niet zo groot en wel explosief. Dus op zich kan het wel, ja. Hoe gaat het überhaupt met jouw carrière? Waar sta je? Eind juli rijd ik Tour de Alsace. En kort daarna, 7 augustus, is het EK tijdrijden. En dan heb ik weer een paar weken niks. En dan bouw ik op richting het EK. Of WK bedoel ik, in Richmond in Amerika. Dan zijn dit toch relatief kleine koersen. Wanneer denk jij die stap te kunnen gaan maken? Dat gaat sowieso gebeuren. Dus ik heb nu 1 aanbieding van de World Tour ploeg. En hopelijk komt volgende week komt er nog eentje. En voor het einde van de Tour, dan ga ik ergens tekenen. En zeg je hiermee dat je eigenlijk een beetje een luxe positie hebt en dat je nog een beetje kunt wachten tot, om te kijken wat er allemaal komt en dan maar de beste kiezen? Ja, wel een beetje. Ja, goed, ik heb een aanbieding op zak en die gaat niet weg. Dat is een mooie aanbieding. En hoe dan ook, of er nog een aanbieding komt of niet, dat is altijd een goede optie. En ik maak me nergens druk om. Volgend seizoen dus sowieso Steven Lammertink in de World Tour. Ja, zeker. Ja.